Sorry. Ja, ik heb hier een bord. Oh. In Sterren Rijden Af gaan we elke week de weg op met Bekend Nederland. Om te kijken of zij hun rijbewijs nog wel waard zijn. En deze week is dat topchef en culinair ondernemer Julius Jaspers. Hey, Julius. Aris. Goedemiddag, welkom. Dankjewel. Ja. Julius, hoe voelt dat? Opnieuw een examenrit gaan doen? Ja, ik maak me licht zorgen, Aris, zal ik maar meteen eerlijk zeggen. Ja, ik heb 37 jaar mijn rijbewijs. Ik heb ooit 9 rijlessen gehad en ben in 1 keer geslaagd. Ja. Dus dat was allemaal prachtig. Maar er is natuurlijk heel veel gebeurd in die 37 jaar. Qua ingesleten gewoontes en dingen. Dus ik ga mijn uiterste best doen. We gaan het doen. Mooi zo. Bij het instappen komt Aris er meteen achter dat een chef-kok niet alleen in de keuken de baas wil spelen. Eigenlijk hadden we natuurlijk nu de hele auto even moeten controleren. Maar ik neem aan, het is jouw auto, met de bandenspanning. En want in de wet staat dat je de... En dat je dat even controleert. Ja. En ik neem aan dat de rest allemaal helemaal op jou staat. Ja, doe er je voordeel mee, zeg ik altijd. Ik zal proberen ook mijn hoofd, dat je echt ziet dat ik ze gebruik. Dat was ooit dat zou heel fijn zijn. Toen ik examen deed. We gaan rijden. Ja, ga je. Nou, we zijn onderweg. Het examen is gestart. Dus het is vanaf nu, of eigenlijk vanaf de parkeerplaats al... Serieus, opletten. Ja, meneer Bakker. Heel goed, meneer Julius. Ik heb goede hoop, want ik ben op zich best een voorzichtige rijder. Maar het zal best pittig zijn. En volgens mij is het met een examen 1 ingreep en het is sloes. Dus om dat te voorkomen laat Julius duidelijk van zich horen. Na je tanden, kijken. Fietspad nog een keer kijken. Rechts kijken. Nu zie ik een hoofd draaien, helemaal goed. Aan de hand. Heb je nu gekeken, voordat je knipperde? Ja. Ben je altijd zo geland, of is dit omdat het een rijexamen is? Nee. Nu duidelijk is wie het beste jongetje van de klas is, wordt het hoog tijd om de druk wat op te voeren door Aris. Als we deze ronding hebben gehad, kun je hem dan voor me stilzetten, Julius, aan de rechterzijde. Ja. Nou, dit lijkt me een prachtig punt voor een hellingproef. Dus we gaan eerst kijken of er wat aankomt. Ik zet hem uit. Ik zet hem naar links, want ik ga weer deelnemen aan het verkeer. Die naar beneden. Die in de eerste versnelling. Langzaam laten opkomen. Ja. Compleet. En ik ben weer bij de mensen. Prima. Precies. 9-0 voor Julius. Dan ontbreekt er alleen nog 1 ding om deze ronde binnen te halen. Het charme-offensief. Het is hier wel mooi. Het is een mooie omgeving. Ondanks dat ik natuurlijk uber-concentrated ben, maar het is wel heel mooi hier. Maar binnen dat geconcentreerde komt toch ook alles binnen dat het mooi is? Dat is toch in 1 drukte door? En dat het mooi is en dat het veilig is? Aris, ik wil dat je heel erg met je voeten van die pedalen afbijt. Dat tot nu toe. Dus ik ben meer aan het zoeken naar de verkeersborden, waar ik voorrang heb en et cetera. Ja, begrijp ik. Het rijexamen lijkt er bijna 1 uit het boekje te zijn. Het is dan een heel groot parkeerterrein. Dan gaan we de laatste achteruit parkeeroefening doen. Dus niet file parkeren, maar achteruit in een vak. Jij kijkt naar Engelse auto's ook? Sorry. Ja, ik heb hier een bord. Oh. Nou, bijna. Ja, het ging echt supergoed. Ik was zo geconcentreerd. 2 handjes, 10 voor 2. En het ging supergoed. En dan rij ik zo'n fucking parkeerterreintje op. En dan achter een bord staat Scheluw, een soort paal. Dus ik ga daar toch op af. Pap! Ingreep. Einde oefening. Shit. Ik denk het is gewoon 2-baans parkeerterrein. Ja, kom. Ja. Maar dat is het niet. Waar wil je hem hebben? Een parkeervak naar jouw keuze. Oké, Julius, geef de moed niet op. Het rijexamen ging zo goed. Dus als je nu heel erg je best doet, is het misschien nog niet te laat. Hoe vind je hem staan? Ja, niet echt heel lekker. Nee? Nee. Zal ik er nog iets aan doen? Ik denk dat je nu heel snel een kruk moet gaan zoeken. Een invalide wagen moet gaan zoeken. Daar heb je gelijk in. Ik vraag aan je, het is naar jouw smaak. Ja. Zal ik hem al in de andere zetten? Dat we het gewoon overdoen? Nee. Hij staat recht, maar het mag absoluut niet. Dat bord, je mag hier echt niet parkeren.
Ja, dan komt er dus een tweede fout. Want ik schrik me dus helemaal de keuleren van die ingreep. Je staat ineens stil. En daarna moest ik er dus keurig omheen en achteruit inparkeren. En dat doe ik, maar ik was nog helemaal bij die ingreep. Ik was ook helemaal bij, weet je, ik ben gewoon de Sjaak. Ingreep betekent zakken. Parkeer ik achteruit in een invalide parkeerplaats. Echt, hoe stom kun je zijn? Echt niet normaal. Ik wilde winnen. Ik wist het zeker. Het gaat hem worden. We waren bijna klaar. Hoppakee, niks ervan. Ja, dan valt er weinig eer meer te behalen aan het rijexamen. Dus onze Aris probeert de pijnlijke weg terug zo gezellig mogelijk te maken. Ja, jij doet wel dingen waar ik me in kan vinden. Eten, dat vind ik altijd lekker. Alhoewel, je schiet het misschien niet aan me af, maar ik ben gek op eten. Ja, ik ben jaloers. Ja. Ik ga eigenlijk heel slecht tegen dat soort mensen. Gewoon alles eten wat los en vast zit en gewoon geen kilo aankomen. Zo irritant. Ja, ik ben onmatig. Dus ja, het bord moet gewoon leeg. Oké, ook deze gifbeker moet leeg, Julius. Dus tijd voor de uitslag van je rijexamen. Zo. Nou, Aris. Daar sta je dan. Daar sta ik dan. Wat de eindconclusie. Ik moet je zeggen, ik zeg het met pijn in mijn hart. Ja. Ik kan je niet laten slagen. Oké. Je weet waarom. Het gaat echt om één ding. Alsjeblieft, Julius, als je een bord ziet, rood, witte balk, let erop. Oké. Ik vind je een op zich veilige bestuurder. Prima. Maar let op al die kleine dingen. Let ook op dat sturen. Het kan dus mooier. Dus vandaar dat ik zeg, je bent niet geslagen. Ja. Helaas. Deze grote teleurstelling is snel verdwenen als Julius geleerd krijgt hoe je in alle situaties grip op de weg moet houden. Maar de meesterchef lijkt ook hier al de kneepjes van het vak te kennen. Dan denk je erachteraan. Het is een kwestie van draaien en pas verder. Laten gaan. Ja. Hier erin. Zo, links. Even terug en dan rechts, draaien. Met je hand in. Eigenlijk wat ik doe met mijn stuur is heel weinig. Even dit en dan weer rechts. Dus hoog tijd voor een rondje van de grote meester zelf. Links. Beetje links. Rechts. Laat maar gaan zo, wachten. Nou om. Om. Stuur rechts, stuur rechts, stuur rechts. Dat deed je maar voornamelijk zelf. Hij gaat lekker, Julius. Volgens mij heb je de smaak helemaal te pakken. Gas los, rustig links. Rechts, handrem. Even wachten. En nou de andere kant op. Stuur rechts. Hoppa. De eerste 360. Godverdorie, man. Kijk, hè.